Ja, dus hoofdzakelijk heel stil zijn en sporten. En op een gegeven moment, maar dat kan soms 3,5 uur duren, dan komen ze uit de bos. Of links of rechts, dat ligt er even aan. Dus om de 2 dagen komen hier die reeën. En dan is het gewoon wachten. Net als met vissen, wachten tot hij een keer bijt. Oké. En dan gaan we zitten en dan zijn we weg. We zijn in de Oostermaat tussen Lettelen, Okkerbroek en de Oude Molen, kort bij Bartmen. Het is een fantastisch mooi natuurgebied, 300 hectare groot. Nou, die open veld hier, en je kan ze heel mooi uit de bos zien komen. En dat stukje film die ik hier opgenomen heb van die zogende reetjes, die is daar op dat stukje veld opgenomen. En dat ging fantastisch. Drie jaar terug hoorde ik al steeds de goudvink fluiten. Heel droevig toontje heeft hij, zo tuut, tuut. En ik kon hem nooit vinden. Als hij zo hoog vliegt, dan zie je hem ook bijna niet. Ja, je ziet een vogeltje, maar je herkent hem niet als een goudvink. En dit voorjaar heb ik, en apart hierachter, 8 goudvinken gefilmd in een krentenstruik, die daar alle knopjes aan het plunderen waren. Waar later overigens niks van terug te vinden is. Die boom die bloeit gewoon, komt blad aan. Maar dat was wel een van de mooiste momenten. Dat maak je mee in je leven mee. Dat is geweldig. En wat is voor jou de mooiste plek van onze provincie? Wat mag niet ontbreken? Meld je aan bij ons en wij komen filmen. Mooioverijssel.nl